Ik ben vandaag in Kuik, want hier is de 11 kroegentocht. Deelnemers doen dat op rolschaatsen. Dan zitten ze met de touw aan elkaar vast. Dan gaan ze naar 11 kroegen. Daar moeten ze een drankje drinken, een stempel halen, spellen doen. Vervolgens zorgen een grote schuimbak om uiteindelijk te finishen en zo snel mogelijk op de knop te drukken. En waarom doe je dat? Weet ik niet. Nou, voor de eer gewoon. Gewoon voor de eer. Wat is je tactiek? De avond van tevoren goed voorbereiden, op tijd naar bed. Kim lag er heel vroeg in en gewoon gaan. Heel snel. Nee, maar we moeten het van het drinken hebben. Is dat ook echt competitie? Ja, zeker. Onderlinge strijd, weet je, je ziet gewoon onderling dat ze altijd elkaar een beetje proberen te naaien. Gaat er ook wel eens iets mis? Er gaat wel iets mis, het is een blijvende wedstrijd natuurlijk, hè. En mensen vallen, mensen worden misselijk. Hey, en hebben jullie geoefend? Nee. Met drinken ook niet? Jawel, dat wel. Hey, hoe ging ie? Nou, we zijn de beste tevreden. Volgens mij goed. Ja, zeker. Op welke plek eindigen jullie, denk je? Eerste. Tweede misschien. Tweede. Eerste, ja, tweede. Eerste. Moet ik dat nou geloven? Nee, ik ben bang dat we ergens onderin eindigen. Maar het was leuk. Oké, dus ga eens lekker door. Doei.